Gaan we even een... Jeetje, we zijn populair. Ik verwacht echt dat ik zo meteen op Kim Kardashian lijk. Kan dat proberen? Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Ik ga eindelijk vandaag een keer een andere video opnemen dan een vlog. Met... Jessie, wij hebben elkaar leren kennen tijdens de opnames van onze film. Ja. First Kiss. Ja. En sindsdien zeggen we tegen elkaar, oh, we gaan echt een video opnemen, En vandaag is het eindelijk het geval. Eindelijk, ja. En ik ben echt helemaal excited, want Jessie gaat mij opmaken. Ik ga mijn best doen. Jij bent natuurlijk normaal gesproken best wel gewoon naturel. Ja, qua make-up. Natuurlijk. Voor mijn doen heel natuurlijk. Ja. Dus vandaag gaan we het lekker erop keken. Ja, ik vind dat dus echt heel leuk. Ik wil ook echt alles. Ik wil zeg maar dat bake en dat moet je me ook even leren. En ik wil gewoon echt full. Ja, en daarna dit, gaan we voor jouw kanaal een video opnemen. En die ga ik ook even linken als die online staat. Nee. Dus, let's begin. Ik heb dus nu geen make-up op. Nee. Zoals jullie zien. Maar waar is deze van? Deze is echt groot. Die wil ik ook. Niks. NYX Cosmetics, dus de beauty sponsor. Heb ik echt letterlijk net in een PR-pakketje gekregen. Maar deze is heel fijn. Hij is heel squishy. Ja, dus hij voelt heel en goed. En hij blendt het gewoon heerlijk uit. Beauty blender. Is net te klein, hè? Ik ben ook niet... Ah, je betaalt 20 euro van spons. Ja, ik vind het zo duur. En dit is waarschijnlijk echt 5, 6 euro of zo. Ja. Super cheap. Hallo. Hi. Oké, nice. Dus ja, nou je hebt een prachtig PR-pakketje met foundations waar letterlijk je naam op staat. Gewoon Noor Dior, dat rijmt ook nog. Dat is heerlijk. Deze gaan we gebruiken. Normaal gebruik ik op mezelf de Forever Skin, die ik momenteel even kwijt ben. Maar dit is de Dior Forever gewoon. Maar dit is de Forever Glow. Maar hij is wel 24 uur, staat erop. Ja, heerlijk. High Perfection. Ik hou ervan. Ik doe gewoon... Weet je, in principe kan ik met elke foundation prima, alleen gewoon net iets meer. Ik ben wel iemand, ik geloof niet echt in primers. Gebruik je zelf primers? Nee, nooit. Ik vind dat ook gewoon een beetje naar. Ja, ik ook. Daar krijg ik zo'n slechte huid van primers. Maar volgens mij iedereen door die... Nou, ik vind het altijd gewoon, je foundation heeft gewoon een bepaalde soort finish of mat of whatever. Ja. En dan ga je er een primer onder doen die dat verstoort. Ja, dat wil ik niet. Dat vind ik gewoon naar. Dus ik ga voor jou deze gebruiken omdat die mat is en ik hou van mat. Misschien dat ik een beetje ga mixen met de glow. Oké. En oh, die zitten er allebei in inderdaad. Ik denk, twee verschillende. Dus ja. En zelf qua make-up, je draagt nooit wimpers, zei je al? Jawel, elke dag draag ik wel wimpers. Ik had net zo wimpers op, hè. Echt? Ja, ik draag elke dag individuele wimpers. Maar net zei je nog, wimpers staan niet bij mij. Nee, zeg maar zo'n hele strip niet. Dus ik doe daarom altijd individuele, doe ik er 4 aan elke kant. Dat vind ik dus wel mooi. Oké, dit foundation heb. Maar hoe ga je dit, zeg maar, want als ik dit doe... Ja. Dan is het bij mij dus echt heel lelijk als ik het zo dik doe. Hoe ga je dit doen, zeg maar? Nou, blenden tot de max. Oké. We doen altijd te veel op onze hand. Ik heb hier zo'n zin in. Maar we gaan... Ja, maar je hebt ook zo'n lekker klein gezicht. Ik heb echt een... Kijk nou naar mijn hoofd, is echt 2 keer zo groot. Ja, maar ik heb echt, zeg maar, gewoon buiten alle proporties om klein hoofd. Ik pas geen helmen, geen petten. Helemaal niks. Het is zo fijn als lekker klein te zijn. Is er niet een nummer van of zo? Het is te fijn om klein te zijn. Is er niet een kinderen voor kinderen nummer van of zo? Maar jij bent niet heel groot. Nee, nou ik wil altijd, als ik kijkers tegenkom, is het standaard... Oh, ik dacht dat je veel groter was. Nee, ik vind jou niet groot. Want hoe lang ben jij? Ik ben 1,75. Ja, zoiets. Jij bent zeg maar niet een grote verschijning of zo. Snap je wat ik bedoel? Nee. Misschien dat mensen dat wel verwachten. Ja, maar dat verwachten ze ook al. Ze verwachten echt iemand van 1,90 of zo. Maar dan kom ik aanlopen en dan is het hallo. Sorry, als ik een oorbellen vies maak. Nee, dat maakt niet uit. Dat is wel heel leuk. Ja, ik hoor dus van mensen vaak dat ze mij kleiner vinden. Nee, je bent niet gigantisch of zo, maar ik vind het wel gewoon in proportie. Ik ben echt gemiddeld. Zeg maar, gemiddelder wordt het volgens mij niet. Gewoon 1,68. Alles van Apple. Netjes toch, 1,68. Het ruikt wel lekker, deze foundation. Ja, een beetje flauwig iets. Ja. Ik ben heel slecht aan uitleggen met geuren en ik ken ook al die benamingen nog. Nee, ik ook niet. Mensen soms dan, ja het ruikt een beetje naar dit en het heeft een beetje dit en dan zit ik echt zo van, wat? Hoe? Wie? Ik denk als ik 2 weken met jou te veel omga, dat ik helemaal naar de tattoo zit. Ik vind het zo mooi. Ja, ja. Nee. Maar bij wie zet je het? Want jou zijn echt goed gezet ook. Overal. Ik denk dat ik door 20 verschillende tattooartsen getatoeëerd ben in totaal. Heb je een favoriet of is iets van voor alles is... Nou, ik heb een vriendin van mij die tatoeëert. En dat vind ik gewoon heel leuk. Zo, als ik daar ben, dan is het op een gegeven moment zo van... we doen nog een beetje wat zetten of zo. Dus dat is wel heel leuk. En voor echt bepaalde dingen, zoals heel realistisch... ga ik naar een bepaald iemand toe voor
oldschool, ga ik naar een bepaalde iemand toe, bijvoorbeeld die is heel erg oldschool en dat ze weer bepaalde dikke lijnen enzovoort. Ja. Weet je wat ik heb? Ja. Dus ja, het is eigenlijk voor elke tattoo wel iets anders, een wat anders. Ja, ik ga zelf ook meedoen met mijn gezicht en dan ga je ook doen. Maar ik doe dus bijvoorbeeld nooit mijn lippen, wat jij nu doet. Nee? Maar dat is wel beter, want ik heb daar altijd... Nou, het is niet bepaald beter. Ik doe het gewoon, ik vind het gewoon chill. Want op een gegeven moment als je het afpoedert, zit het er gewoon. En dan heb je een goede basis voor je lipliner enzovoort. Ja, en het is totdat het af is, ziet het er altijd een beetje gek uit. Zeg maar, totdat ik mijn wimpers op heb, zie ik er echt eng uit. Meestal. Dat is gewoon de final touch. Ja, wimpers maakt het allemaal gewoon af. Oh, je hebt zo weinig foundation nodig. Wat chill. Wat zou ik rijk zijn als ik jouw hoofd had? Dan hoefde ik gewoon niks te kopen. Het is zo fijn. Ik heb echt een heel klein gezicht. Nee, maar het lijkt me echt gewoon chill. Alles, ja. Ik vind de kleur best wel oké. Welke heb je gebruikt? En 2N. Ja. Ja, die is wel oké. En heb je hem gemixt of nog niet? Ik heb deze twee heb ik gemixt. Dus dat dan? Is de glow en de matte. 2N allebei. Ja, allebei okay. 2N. Die vind ik wel oké. Wel. Nou, ik heb dus van Huda Beauty die faux filter gekocht. Wat vind je ervan? Die kleur, die tint. Ik heb nog nooit een foundation in mijn leven gehad die zo dekt. Nog nooit. Nee, het is bizar, hè? Het is echt bizar. Ja. Echt shocking. Oh. Alleen de kleuren zijn, als je Nederlands bent, niet goed. Laat ik zo gewoon zeggen. Het is gewoon echt voor een ander huidtype. Ja. Het is bij mij gewoon, ik ben gewoon echt fluorgeel. Gewoon gewoon, ja, echt geel. Dit soort tinten, dat is er gewoon niet. Een doekje. Wacht, ik ga even kijken of er baby wipes liggen. Heel erg geel. Als je een foundation wil, die mooi is en die nog meer dekt dan die, daar heb je letterlijk één pompje van nodig. Daar heb ik. Voor mijn full coverage height heb ik één pompje nodig. Okay. Dat is die van Jouer. De Jouer foundation. Jouer, dat is een heel mooi merk. Heb je dat in Nederland mee? Nee. Dus dan moet je, als je het wil, ja, dan hebben ze het zeker. En volgens mij gewoon de Beauty Bay uit Engeland wordt dan verstuurd. Hebben ook Jouer. Maar die is zo mooi. Ik wil die ook echt heel graag weer bestellen. Want die van mij is dus op. Ik heb hem toen ik in NMA was gekocht. Ik ga hem zo bestellen. Eén pompje. En die is extreem full coverage. Zeg maar, als ik daar twee pompjes van doe, dan heb ik echt zoiets van, moet ik hiermee, moet ik de rest van mijn lichaam open doen. Dus het is bizar. Maar en mooi tint dus. Heel mooi, ja. Je moet wel even je goede kleur vinden, maar ik vind het prachtig. Ja, we hebben dus nu foundation op gedaan. Ik vind het nog niet shocking. Nu ga ik een stick foundation en dan ga ik mee cream contour, want ik ben een fan van cream contour. Ja, omdat het dan wat subtieler gaat en wat minder vlekkerig. Want meestal als je poeder erop doet. Ik krijg er echt major vlekken van. Van cream? Nee, van poeder. Oh ja, ja. Dus ik doe altijd een cream basis. Mm-hmm. Wacht, ik ga mijn oorbellen uitdoen. Ja. Ik heb het idee dat we dit... Dat is wel heel leuk. Daar gaan we, jongens. Oh. Ja, we krijgen de full experience. Ik wil echt gewoon... Ik verwacht echt dat ik zo meteen Kim Kardashian lijk. Kan dat proberen? Ik kan dat proberen. Oh. Welke is dit? Dit is de Anastasia Beverly Hills Stick Foundation. Een almond. Ga ik light wel lekker. Het is heel fijn. Het is gewoon, het blendt ook altijd zo mooi in andere foundations. Omdat hij gewoon heel, en heel erg full coverage is. Dus dat is ook fijn. En dan met een soort van... Ja, want dat vind ik dus het probleem heel vaak met van die contour dingen. Dat ik denk van ja, wat heb ik hier aan? Het is helemaal doorzichtig. Ja, dus dit is ook gewoon echt een foundation. Dit is niet per se voor contouren bedoeld. Ik vind het fijn om te cream contouren met gewoon letterlijk een foundation. En dan maakt het in principe niet uit wat het is. Ik heb er ook heel lang heb ik het gedaan met eentje van Maybelline. Die vond ik heel fijn. En nu heb ik dan toevallig deze. Maar het is gewoon... Een foundation blendt het beste in een foundation. Ja. Als je dat mij vraagt. En soms is de contour, wat volgens mij Kim K ook doet, gewoon donkere kleuren gebruikt. Die gebruikt dan drie kleuren. Al over een kleur voor de onder. Uitlijn en dan voor erin. Zo, dat is mooi. Dat is nog niet eens goed gepland. Dat is dan niet eens goed gepland. Oh, ik wil dat je elke dag mijn make-up doet. Dan zou ik zo knap zijn. Echt joh, ik ben zo, als ik verslaafd ben aan de Kardashian, zit ik echt te kijken en dan zie ik hun opgemaakt worden. Dan denk ik echt, als nou elke ochtend om 8 uur bij mijn make-up artist zou staan, dan zou ik zo'n fijne dag hebben. Ja, maar jij kan het wel echt zelf goed. Maar weet je wat, ik kan make-up wel oké, zeg maar niet zoals jij. Maar wel prima vind ik zelf. Het enige waar ik echt zo slecht in ben is haar.
Ik zou, als ik iets zou mogen kiezen, wat zouden jullie kiezen? Haar of make-up? Als iemand anders het mag doen elke dag. Haar, sowieso. Ik zou ook voor haar gaan. Kijk nou, dit komt tot hier en dit komt tot hier. Maar heb je dit zelf geknipt? Nee, dit is gewoon extensions die ik erin heb gepleurd. En dan gewoon niet heb gekeken naar welke is langer of zo. En dan pleur ik het erin en dan krijg ik echt van die happen. Dan, zo, dit, ik ben haar, dat moet je ook echt niet aan mij vragen. Nee, aan mij is ook niet. Oh, toen ik ook op school, ik heb een allround grimeuropleiding gedaan. Dat is gewoon special fake make-up artist. En dan moet je dus ook pruiken maken en opkappen enzovoort. Ik heb een tipje voor mijn neus, om mijn neus te liften. Dat is echt, ik heb een neuscorrectie gehad, maar mijn neuscontour is gewoon nog steeds gaande. Ga even goed kijken. Ik vind het wel echt mooi, deze kleuren. Nou, dan komt er zo'n poeder op. Ik ga zo meteen alles bestellen wat jij op hebt gedaan. Nee. Ik ben heel gevoelig voor dit soort dingen. Ja, ik vind het ook heel fijn. Als ik ook een make-up video, ik moet eigenlijk geen make-up tutorials kijken, want dan vervolgens denk ik, oh, ik heb dit nodig. Oh, ik ook op alles. Nodig. Maar weet je waar ik ook verslaafd aan ben? Zeg maar, ik wil trouwens ook van Glossier. Ik weet niet of je daar wel eens make-up van hebt gekocht. Ik vind dat er zo leuk uitzien met die stickers. Glossier? Nee, ik ken het Glossier, zeg maar. Misschien dat je het zo kent. Kijk. Nee, ken ik niet. Iedereen heeft toch altijd die stickers op zijn telefoon daarvan? Echt? Ja. Nou, je hebt volgens mij onder een steen geleefd. Ja, dan heb je echt onder een steen geleefd. Ik snap niet hoe je dit... Glossier, ik ken dat niet hoor. Nee. Dit is een beautymerk. En het ziet er gewoon, zeg maar, hoe het eruit ziet, wil je het gewoon kopen. En je krijgt een soort van neon zak erbij met allemaal stickers erin als je het koopt. Kijk. Wat leuk. Ja, ik vind dit echt... Ik wil het gewoon kopen vanwege hoe het eruit ziet. Zeg maar dit soort verpakkingen en zo. Heel leuk. Weet je wat Kim heeft gedaan toen met die plastic? Ja. Vond ik ook heel leuk. Ja, alles is gewoon zo mooi. Hier ben ik heel benieuwd naar. Ik wil zo even kijken, want ik heb dus als probleem dat elke concealer gaat bij mij in mijn rimpels zitten. Ja. Ik ken het. Zeg maar, dan lach ik, dan ga ik zeg maar, doe ik thuis dus heel veel concealer op. En dan ga ik uit eten en dan lach ik één keer. Is het één keer gezellig? Ja. Nee, ja, ik snap hem. En dan gaat het vanaf dan echt downhill gewoon. Heb ik nu lijn onder mijn oog? Doe eens lachen? Nee, echt nul. Ja, maar ik zit ook wel helemaal vol met de botox. Dus misschien dat dat heb je botox onder je oog? Nee, maar wel mijn bunny lines. Gaan we lekker blenden? Het favoriete deel van mijn make-up. Ik zit soms echt een uur lang. Ik ben verkocht aan deze blender. Die gaat zo besteld worden. Niks. Want jij gebruikt zelf een beauty blender. Ja. Ja. Ik ben soms is het leuk om even af te wisselen. Dan heb ik bijvoorbeeld heel lang een Real Techniques spons gebruikt. Of dan ja, zo eentje. Zo'n kwast van Real Techniques weer ineens. Ja, en dan moet ik even weer terug naar de roots, naar de beauty blender. En dan ben ik daar een maandje mee bezig en dan denk ik, nee. Maar ken jij Dylan? Dylan? Ja, voor mij spreekt haar naam een keer. Ja? Ja. Ik vind het echt leuk om haar te volgen. Ze doet het ook goed, maar ja, ze vind het ik ook. Is mooi in het echt. Ja. Het staat nergens op. Dus ze is prachtig. Je hebt toch wel eens bij mensen dat je denkt, die vind ik echt aardig. Ik denk dus bij haar, ik denk dat ik haar heel aardig vind. Ze is echt, ik heb met haar gefilmd, ze is echt... Oh, echt haar leuk. Ze heeft mijn make-up een keer gedaan voor de film. Ze is de enige, letterlijk mijn hele YouTube carrière, die mijn make-up heeft gedaan. Ja, zeker fucking mooi. Ja, het is prachtig, maar ze is ook echt lief, ze is leuk. Ze ja, dat is dacht gewoon, ik al. Ja. Maar, wat wilde ik over haar zeggen? Oh ja, zij had mij dus, ik had een keer met haar gedm'd over kwast en toen had ze gestuurd dat zij een spons had van iets met June, die fluweel was, die zij helemaal geweldig vond. Die blauwe? Ja, van Nikki? Nee, van June en nog wat heette dat merk. June en Nicole? Ik ga kijken. Ja. Zei ze, die kan ik wel even meenemen, zei ze dat is een fluwelen spons. Mm-hmm. Zei ze dat die echt geweldig was. Ja, een beetje met haartjes erop, toch? Ik weet het niet. Die heeft de Body Shop heeft hij ook laatst gedropt. Die vind ik ook fijn, maar je kan ze niet zo goed schoonmaken. Proberen niet je ogen dicht te knijpen. Kun je dat heel lastig zien met de kwast die je ogen zit vooraan? Oh, we zijn wel gehighlight hoor. Ja? Ja, het is wel. Oh, ik vind het heerlijk. Oh, ik. Ik wil dit. Ik kan het kijken. Maar ik kijk dus alleen maar YouTube tutorials van beauty dingen, omdat dat is het enige wat ik echt leuk vind. En dan vraag ik me dus altijd af hoe iedereen zeg maar zoveel make-up kan doen en dat het er gewoon normaal uitziet. Want als ik dit zelf doe, het is gewoon echt een hele gore bedoeling. Een hele gore bedoeling. Vlekken, bruine vlekken, alles. Het is vooral gewoon echt extreem veel blenden. Het over elkaar heen blenden, het door elkaar heen blenden. Bijvoorbeeld voor de basis, eerst doe ik gewoon een volledige basis met foundation. Dan ga ik er met cream contour overheen. Dat blend ik dat het eigenlijk al perfect is.
Ja. En dan vervolgens ga ik de concealer doen, wat ik nu doe. Dan poeder ik alles echt af met een soort van poederspons, een soort van plat ding. Poeder ik echt heel veel af, dat het een soort van cakeface is. Ja, maar jij hebt totaal geen poedergezicht. Nee, omdat je vervolgens met een setting spray je hele hoofd nat sprayt. Zodat alles in elkaar oversmelt, het poedereffect weggaat, dat waar je helemaal droog en dan is het soort van... Ja, dan is het dan. Een done deal. Ja. 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 Het is echt een bepaalde manier weer van... I want to look like this forever! Is toch fijn? Mm-hmm. Dan doe ik gewoon alle, met de Beauty Blender doe ik alle dingen highlighten die ik net ook met de concealer heb gedaan. Ja. En de rest van je hoofd poeder ik af met een poederdons, zo'n grote... Powder Puff, ja. Die ze zeg maar vroeger Marilyn Monroe en zo ook gebruikte. Hoewel jouw hoofd al bijna is afgepoederd, want hij is echt super mooi klein. Die, met zeg maar zo'n, oh ja, zo'n powder ding. Cool ding. Ja, dat is echt zo. Wie vind jij het aller, zeg maar, coolst qua YouTube gebeuren van make-up? Op het moment of Jaclyn Hill of James Charles. James Charles ken ik niet. Dat is op het moment bij de grootste beauty YouTuber van de wereld. Hij zit 15 miljoen abonnees. En hij is letterlijk 19 jaar. Echt? Hij is gaande op het moment. Het is niet normaal. Hij is echt... Hij heeft met Morphe, heeft hij allemaal samenwerkingen. James Charles, ik ga even kijken. Dat je hem niet kent? Joh, hij is echt, een... Een ding, een fenomeen op het moment. Oh ja, qua gezicht wel. Die highlighter. Ik ga dit ook volgen. Dat is toch prachtig? Ja. Dus, maar ik vind het wel leuk dat dit allemaal verschillend is. Dus helemaal crazy, maar ook heel veel gewoon daily. Wat ik voor de daily zou vinden, zeg maar. Ja. Ja, hij heeft een goede balance. En op zijn YouTube-kanaal doet hij meestal gewoon alles lekker extreem. En lekker. Ja, maar ik vind het ook origineel. Leuk om naar extreem te kijken, omdat je daar ook gewoon dingen van leert. Maar het is ook gewoon, het is allemaal heel origineel. Ja. Het is wat je allemaal kan doen. Ja, het zijn niet looks waar mensen mee daadwerkelijk naar buiten gaan. Maar het is wel gewoon leuk en chill om te kijken. Ja, met Kylie like. Oh, Bibi volgt het wel allemaal natuurlijk. Die is meer up-to-date. Ik vind Kylie zo knap. Ik snap niet mensen die zeggen ik vind Kylie niet mooi. Ik ook. Heb je, heb je ooit zo'n knap iemand gezien? Ja, ik vind het niet normaal. Die sproeten zijn ook zo op, mooi. Op Videoland staat nu Life of Kylie, hè, die serie van haar. Die had ik al lang gezien. Ik heb 3 keer gekeken. Ik vind het geweldig. Nu komen we wel bij een dingetje waar ik een beetje eigenlijk ook jou een product voor nodig heb. Je wenkbrauwen. Oké. Okay. Jij bent nu echt extreem gekaked en zo hoor. Maar dat laten we allemaal mooi zien. Dit is zeg maar de baking. Ik doe niet baken met heel veel poeder onder je ogen. Ik doe gewoon zeg maar, de baking is voor mij gewoon all over. Ik vind die contour echt heel mooi. Terwijl het nog niet eens gecontourd is, het is gewoon puur de basis. Er komt nog poeder enzovoort. Oké. Okay. Maar ik wil dus je wenkbrauwen doen, maar wat voor wenkbrauwen product gebruik je zelf? Van MAC. Potje? Wat heb je helemaal bij je? Nee, ik gebruik potlood. Ik heb... misschien... Nou, ja, ik heb ook. Ik heb te donkere. Deze is niet te donker voor mij, er zit er één. Nee, maar dit is nummer 6, liever. Oh, ik dacht dat je die had waar 4 kleuren uitkomen. Nee, dit is nummer 6. Maar bij mij is het dus best wel... Kijk. Dat zou je niet verwachten. Bij mij lijkt het dus best wel snel oké. Okay. Ik denk dat dit best wel kan. Okay. Dit, zeg maar, dit is mijn kleur, hè? Ja, maar je moet hem dus niet zo dik doen. Ja, maar ja. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik moet wel een goede brouw maken. Heb je meer bij je? Nee. Oké, probeer het een klein beetje. En als het niks is... Nou ja, ik heb wel met die met 4, maar dat zijn ook allemaal donkere. Nee, deze zijn dus niet te donker voor mij. Want die heb ik zelf ook. De brown? Deze op. Deze kant. En die... Die is te donker, maar die andere... Ja, hè? En die andere kant is op. Die heb ik al opgebruikt. Deze is niet op. Jawel. Ja, nu wel. Die is op. Nou ja, ik ga het in ieder geval proberen. Okay. We gaan het fixen. Okay, ik ga trouwens de hele tijd uit het shot, maar I need my space. Zo professional. Om mijn werk te kunnen doen. Ach, ik vind het gewoon, prima. Waarom doe je niet, heb je een microblader gedaan? Nee, ik wil, dat is echt iets wat ik zo graag wil, maar ik vertrouw echt niemand. Ik ga het dus doen bij iemand, maar dat is niet microblading, maar dat is... ombre, whatever, brows. Oké, okay. Mag jij het uittesten voor mij? Ik vind het prachtig. Dit vind ik echt lelijk. Ja, vind je dit lelijk? Ja, ik vind namelijk dit veel mooier. Zij heeft echt prima... Ja, maar het is wel natuurlijk, kijk hoe ik ze teken, zo wil ik ze altijd hebben. Maar jij hebt toch best wel oké wenkbrauwen? Ik vul ze echt best wel. Ik heb al veel haar, alleen ik vul ze wel... Ik vind het prachtig. Nee, ik niet. Nee? Nope. Oh jeetje. Nou, dat ga ik wel doen.
Kijk, deze vind ik wel mooi. Is wat natuurlijker, ja. Wat lichter. Maar ik denk dat ik het niet te donker ga doen, dat ik het wel nog zelf kan invullen, maar dat de basis er al zit. Ja, ik heb 2 gaten, hier en daar. En als ik die op, zeg maar hier, zie je dat? Deze en deze. Oh, je tekent ze gewoon wat hoger. Ja. Okay. Ja, altijd hoger. Alles hoog. Alles omhoog. Ik vind het echt... Dit is het enige wat ik aan make-up niet leuk vind. Want? Wenkbrauw, omdat ik het zo moeilijk vind. Echt? Omdat het zo precisiewerk is. Wel kijk, nu, en ik fix het altijd echt nog met concealer heel veel. Maar het is, ik vind het echt heel lastig. En wenkbrauwen zijn zoiets persoonlijks. Ja, dat vind ik dus wel. Dat ik het ook altijd heel eng vind om iemand anders te doen. Dat ik dan zoiets heb van... Het tekent echt je gezicht. Maar nog niet kijken, ik ben er nu klaar. Je hebt ze wel natuurlijk nu. Dat vind ik wel mooi. Ja, maar ik heb ze niet ingevuld. Ik heb alleen een lijntje gezet. Het komt nog, don't worry. Het komt wel goed. Dit is om je wenkbrauwen gewoon wat strakker te maken. Dat vind ik al zo mooi. Dat heb ik bij Kylie laatst gekeken. Heb je iets van Kylie Jenner wel eens gekocht? Nee, ja, ik heb lipsticks en zo. Dat vind ik heel fijn. Ook lipliner. Yes. Ik heb dus 1 lipliner die ik gebruik. Echt de enige. Pillow Talk. Van haar? Of? Nee, van Charlotte Tilbury. Oh, ja. Die is zo mooi. Oeh. Ben je trots op je eigen werk? That's a bitchy brow. Hij loopt dat. Ja. Hij is wel lekker omhoog getrokken, daar ben ik wel echt gek op. Nou, hij moet nog even een beetje gefixt worden. Ik ben een beetje uitgeschoten, maar ik heb hem wel gelift. Zeg wat ik nu persoonlijk zou doen, denk ik, als ik jouw wenkbrauw had, zou ik aan de onderkant een beetje iets wegplukken. En om dan gewoon standaard even ietsje hoger tekenen. Ik vind dat dat echt een gezicht maakt. Oh, zou ik een foto maken? Ja, goed hoor. Ben je trots? Ja. Maar straks met highlighter en oogschaduw en alles, heb je een goede wenkbrauw. Die hebben we echt strak gemaakt. Ja, dat is de magic van de concealer. Ja. Dat vind ik dus wel mooi. Dat we ook een beetje blenden, dat het er een beetje oké uitziet. En wat ik doe, ik gebruik de concealer ook als oogschaduwbasis. Doe ik ook nooit. Dus dan doe ik het nu gewoon allemaal erop. Waarom is dat belangrijk om te doen? Of vind je dat Nou, ik vind het gewoon, het is makkelijk. Omdat je gewoon als je het strak maakt, dan kan je het volledig ook blenden meteen over de rest van je ogen heen. Zodat je niet een rare rand hebt. En wat ik persoonlijk heel fijn vind is, normaal als je oogschaduwprimers vind ik 9 van de 10 keer niet heel fijn. Ja. En als je gewoon bijvoorbeeld je foundation eronder doet, is het... Concealer is gewoon lekker stevig en je oogschaduw pakt er gewoon goed op. En wat ik doe, poeder de wenkbrauwen ook altijd af. Voor deze ga ik ook kopen zo. Ja, die maar deze kleur is ook perfect. Fair heb ik opgedaan van Tarte Shape. Ja, dus Tarte Shape Tape. Ja, dat is volgens mij. Tarte hebben we ook niet in Nederland. Nee. Ja, die is wel goed, hè? Ja. Is ook wat groter. I love it. Cause there ain't nothing better. We'll make it last forever. Cause there ain't nothing better. Ja, dit is ook even mijn favoriete palet. Ik ga naar boven kijken. Je hebt echt prachtige ogen. Mm. En als jij oranje onder jouw oog doet, dan komt jouw oog uit. Nou, ik vind dat ook echt fab. Ik vind het sowieso fab. Ik vind het echt jammer dat ik vanavond niet uit ga nu. Ja, het kan altijd nog geregeld worden, toch? Ja. Gewoon doen. Ja. Van de fight tussen Vonke Bonneke en Fabiola. Ik weet niet wie Fabiola is en ik weet niet wie Vonke Bonneke is, maar ik wil het heel graag horen. Dat weet je me heerlijk ben. Het is gewoon dat je niet weet wie dat zijn. Heerlijk. Wie is Vonke Bonneke? Vonke Bonneke is de beste vriendin van Femke. Dat is die donkere, die whatever, ik weet niet wat ze doet. Ja, Fabiola is iemand van Temptation Island die zeg maar Niels van Rosanna heeft geknald toen in Temptation. Ja. En waarom hebben ze ruzie?
Waarom, weet ik niet. Maar er is zeg maar een rap battle gaande van Instagram naar Instagram. Oh, ik moet het uit elkaar laten zien. Het wat heerlijk. Waarom mis ik altijd alle leuke dingen? Het is hilarisch. Let op. Vond ik wel. Misschien dat je hem nu wel kent, zullen zo zien. Nee, ze heeft wel veel volgers. Nee, heeft ze dat verwijderd? Zij lijkt wel een beetje op Jordan. Fabiola, Fabiola, ja, wat ben je aan het doen? Jij probeert te rappen, maar besef de shit die is niet goed. Jij bent zo back, jij hebt geen idee. Wat je stil tells lines van Boogie Henny Day. Door jouw freestyle hebben mijn ogen Ebola. Jij bent de grote elke pakken, Fabiola. Fabiola, Fabiola. Nou, dit. En dan komt Fabiola weer terug met iets. Wat echt. Maar die rapt niet, toch? Of rapt hij ook ineens? Ja, die. Ik klapt hem ook. Kan ik het kijken? Ja. Fucking haarloos. Vonneke, je bent een bonneke. Ik hoor je bent gebied door rappers als een snonneke. Ik laat je opvallen en het is rug B. Bitch, het is tijd voor die liposuctie. Je tieten zijn klein, maar je rug niet. En je hebt geen assen, dus je drukt niet. Je maakt filmpjes over school met je mongolenfeest. Maar je bent een maand lang niet naar school geweest. Je liep weg van huis, bitch. Je gaat nou niks meer erven. En je wiep boys in de streets. Bitch, je bent gewoon een fucking zwerver. En die baard in je keel wordt alles maar erger. En die wallen om die ogen, het lijken wel bergen, vieze prrrr. Slaat nergens op. En toen heeft Vonneke dus weer iets teruggemaakt. Maar zij leest het ook gewoon voor, hè? Want je ziet hem gewoon dat hij zeg maar naar de tekst kijkt. Leert dan even uit je hoofd. Vonneke heeft dus nog weer iets teruggemaakt. Maar dat was dus echt heel grappig. Maar dat heeft ze dus nu verwijderd. Heel jammer. Ja. Ja. Maar moet ik eerst mascara doen? Ja. Kun je hier op je spiegeltje echt? Doen? Ja. Echt waar. Oké. Okay. Hoe doe jij het dan daarna? Ja, dat het zeg maar zo met elkaar blendt. Ja, maar daar heb ik wat trucjes voor om het te blenden, jongen. Maar gewoon een dun laagje neem ik aan, toch? Niet ja, gewoon een kleine, gewoon dat het even zwart is, dat je niet meer blonde haartjes hebt. Ik gebruik al die plakwimpers en echt die individuele, mijn wimpers breken zo af op mijn gaten. I get it. Kijk dit, zie je die twee korte die ik er net afgetrokken? Ja, wimpers. Heb je nooit wimper extensions? Ja, heb ik ook gehad. Jij? Eén keer gehad, vond ik verschrikkelijk. Ik ook. Ontstoken ogen, alles. Oh, echt? Ja. Oh nee, ik ben een buikslaper, dus ik slaap dan op één kant van mijn hoofd. Dus dan is één oog weg. Ja. Dus daarom doe ik het niet meer. Ik vind het echt mooi make-up. Jongens, de wimpers zitten erop. Dan gaan we naar de lip liner. Ik vind het echt mooi, ik ben echt cat eye. En er is zo'n popje aan. I love it. Oké, okay, nou, oh, ik vind het eng. Okay, dat je het ook helemaal hebt aangekondigd. Oh ja, we gebruiken Bare van Kylie, toch? Eerst coconut en dan gebruiken we Bare lipstick. En dan gaan we geen Bare liner gebruiken. Nee. Okay. Ik ga je de full experience geven. Okay, ja. Ja? En ook omdat dan de gloss er overheen, want dan krijg je natuurlijk ook gewoon lekker een glossje. Een lekker glossje. Die maakt het dan nog iets lichter. Dan heb je echt de Kylie lips. Kylie zelf gebruikt ook echt volgens mij vier kleuren op je lippen. Ja, yeah, I know. I love her so much. Haar neus ook. Lieverd, ik kan niet praten als ik je lippen aan het doen ben. Kan niet. Oh god. Oké, okay, nu strak krijgen. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh my god, mijn lippen. Ik vind het echt mooi. Kijk hoe dikke lippen ik heb. Ja, ze zijn wel goed juicy gemaakt, ja. Oké, okay, dan komt fixing spray. Mag ze even naar mij kijken. Ik kan alleen nog maar naar mezelf kijken. Ze heeft de hele dag. dag Oké. Okay. Dit is, mag je gewoon je ogen dicht doen. Dit is echt... Waarschijnlijk denk jij even, ben je me aan het doen? Ik ben niet zuinig. Je bent echt zeiknat. Nee, dat is heel waar fijn. Waar komt dit vandaan? Je bent echt letterlijk gewoon echt, het drept vanaf. Nee, ik heb zo'n droge huid. Dan waaien wat helemaal droog is. Alle poeders zijn nu met elkaar aan het mixen. Wie gaat het? Het is een workout voor jou. Waaien voor het leven. Al die kipfiletjes lekker rondschudden. Oh, is dat zo naar, joh. En nu zie je er zo 10 keer, als je nu in de spiegel kijkt, is het echt gewoon alsof je ik weet niet wat er gebeurd is, maar echt. Ik wil het nu zien, mag ik al? Ja, je bent nog wel, voelt het nog ergens vloeibaar als je, of voelt het nog ergens nat? Ja, dit is echt gewoon een andere vraag. Is toch beter, hè? Ja.
Dat doet dus fixing spray. Ik hou zo van deze make-up. Ik heb echt gevoel dat ik nu mezelf ben eigenlijk. Maar nu komt nog het leukste van alles. De highlighter. Kan jij alsjeblieft naar mij toe komen? Ben je bang voor mij? Ja, heel bang. Ja, maar ik heb gewoon zulke lange armen. Ik heb gewoon werkruimte nodig. Maar dan kan het doen als ik me concentreer, hou ik mijn adem in. Ja, maar dat zo, doet iedereen. Dus dan hoor je echt dit. Zo, als ik... Welke highlighter gebruiken we? Dit is van Lore Highlight. Dat is een meisje die mij volgde en die een eigen Etsy stores begon op een gegeven moment. Zo, hoe is het? Snap ze? Ik ben heel benieuwd wat Sander gaat zeggen. Oh my god, mijn batterij is op. Jongens, ik ga de video nu afsluiten. Kom. Nu? Hier? Nu? Ja? Oh, doei. Hier dan. Oké, laat in de comments weten wat jullie ervan vinden. Ga ook naar Jessie's kanaal volgen. En op Instagram. Ik ga alles hier in het beeld zetten. All on the details. En we gaan voor Jessie haar kanaal gaan we een mukbang opnemen. Dus, die kan je ook checken. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel. Dankjewel, doeg!